Hi, goeiedag. Welkom of welkom terug op mijn kanaal. Dat klonk iets te enthousiast. Ik heb een Catrice Essence assortiment update. Die heb ik al gedaan. Maar ik heb wat ontbrekende producten erbij nu. Die hoort er niet bij. Dus we gaan alles opnieuw gebruiken. Nee, we gaan niet alles opnieuw gebruiken. We gaan een full face Essence en Catrice maken. Sorry, jullie staat even een beetje scheef. Zo, beter. Ja, beter. Ik ga dan de dingen erbij gebruiken die ik in de vorige nog niet had. Dan wel omdat ze uitverkocht waren. Dan wel omdat Boozy Shop het gewoon niet had. En nu heb ik volgens mij alles. Dus, laten we gaan, zou ik zeggen. Ik heb twee primers. De Aqua Splash Grip Primer. En de Protector Hydrate SPF Primer. Normaal zou ik die doen als ik naar buiten ga. Het wordt 27 graden vandaag. Die zet ik bij mijn nog te proberen producten, want we gaan voor deze. Ik ga niet naar buiten vandaag. Het wordt hier 27 graden. Ik vind het gescheten in huis. Maar wat extra hydratatie kan ik altijd wel gebruiken op mijn gezicht. Dat heeft wel even tijd nodig, denk ik, om... in mijn bakje gebruikt. Om te drogen. Oh, het voelt wel al een beetje plakkerig. Zie je? Goh. Maar het ziet er heel nattig uit. Het is een hele... Nou, ik weet niet. Ik heb wel de Jelly Grip ook van de vorige update. Maar ik weet niet hoe de... origineel van Milk is. En die van de Elf weet ik eigenlijk ook niet. Even zo. Dus ik kan het niet vergelijken. Laat ik heel eerlijk zijn. Ik kan het niet vergelijken. Maar dit voelt... Het voelt niet vervelend. Laat ik het zo zeggen. Goed. Dan heb ik de... Correct and Conceal in de lichtste kleur, de roze kleur. Die is voor onder de ogen. Ik heb gehoord dat mensen dachten dat die peachier was. Nou ja, dat dacht ik eerlijk gezegd niet. Maar had ik niet erg gevonden. Het is heel licht qua gevoel. En het verlicht echt. Het haalt het mijn donkere echt weg. Nou, moet ik eerlijk zeggen, ik heb niet van die hele donkere kringen onder mijn ogen. Ik heb wel wallen, heel erg. Maar niet donkere kringen. Ik zie er nog steeds heel glowy uit. Dan heb ik de groene. En die gaan we een beetje proberen op de ergste rode plekjes. Zo. Ik ben normaal niet zo van de groene correctors. Oh. Ik weet niet, ik ben benieuwd of dit genoeg is met de foundation overheen. Deze bedekt eigenlijk bijna nooit. Ik heb nog steeds de Invisible Cover Foundation, maar dit is een andere kleur.
bril. Dit is de kleur 020N. En ik had 012C. Het is een natuurlijke matte foundation, lichtgewicht, langhoudende formule met medium opbouwbare dekking, niet comedogeen en geeft niet af. Met hyaluronsuur en aloe vera. Verdraagzaamheid bevestigd door de dermatoloog. Nou, het zal. Ik wilde eigenlijk gewoon een andere kleur proberen. Dus ik heb één pompje, wat verdeel ik over mijn gezicht. Zo. Nou, daar gaan we. Begrijp me niet verkeerd. Die andere kleur was voor mij. Kon ik heel prima hebben. Maar ik heb wel de neiging om te lichte foundations te kiezen. En deze blendt eigenlijk al heel mooi. Ja, het is altijd een beetje lastig omdat ik hier een hele grote rode vlek heb, maar volgens mij. Oké. Ik vind deze kleur heel goed. Deze kleur matcht. Ik zie op camera nog steeds wittig uit, maar in het echt is dit gewoon. Ja. Oké. Ja, toppie. Wist ik al dat ik de. Foundation fijn vond. Nu wel. Ik heb de Essence Brighten Up. Die is niet nieuw natuurlijk, maar de mijne was op. En mijn Pat McGrath, die ik normaal gebruik, was ook op. Dus ik dacht. Ik koop deze. Waarvan ik weet dat ik hem in principe gewoon fijn vind. En dan neem ik een klein kwastje en dan. Veeg ik het overtollige weg. Goed. Ik heb ze. Allebei. Ik wilde per se niet de roze. Dit is kleur 30, dit is kleur 40. Kleur 30 heet Absolutely, oh, Absolute Apricot. En kleur 40 heet Peach Passion. We gaan kleur 30 proberen vandaag. Maar ik ga natuurlijk wel kleur 40 laten zien.
Dit is de cream, dit is de poeder. Ik heb deze al een tijdje, die 040. Prachtig, prachtig. Maar nu gaan we voor de 030. Zal ik die ook even swatchen? Ik ben niet zo goed in swatchen. Sorry. Laten we eerst even... Hallo. Ja, deze. De bronzer doen. Van Essence. Anders wordt het zo'n Catrice filmpje. Weer goed dichtdraaien. Had ik bij mijn highlighter niet gedaan. Oké. Zelfde kwast. Deze is van Elf. In de cream. Wat een leuke kleur. Oeh, wat een leuke kleur. Ja, ja. Ik ben blij dat ik op deze gewacht heb, absoluut. Dan heb ik ook van Essence de Flawless Skin Trio. En deze heeft eigenlijk ook nog een insetje, maar die heb ik eruit gehaald. Dit is een drie kleuren poeder. Een peachy, een roze en een... Allemaal poeder. Lavendel poeder. En die mix je dan gewoon. Ik hou van dit soort poeders. Ik merk, het is een ik heb dat insetje nog wel ergens. Dan kun je ook één kleur doen. Maar dan kun je net zo goed een peachy of een roze poeder kopen. Vind ik. Wat is dan het nut van zo'n drie fase poeder of zo'n drie kleuren poeder? Ik moet zeggen, hij is heel dun. Dus je ziet hem bijna niet op je huid, vind ik. Hij is wel mat, maar niet heel erg, niet overdreven. Je ziet best nog wel een beetje glow er doorheen komen. En de blush ook. Gaan we toch een beetje poederblush aanbrengen. Ja. Want dat vind ik nou eenmaal gewoon leuk. Alweer de Absolute Apricot poeder. Ja. Normaal doe ik dat nooit. Ik ben nooit van en poeder en cream. Dat wordt mij dan een beetje te veel, zeg maar.
Leuk. Ja, leuk. Ik ben blij dat ik jou opgewacht heb op die kleuren. Ja. Ik ga heel even mijn gezicht sprayen. Zodat. Hé, wat is hier aan de hand? Zie je dit hier? Dat is gek. Nou, misschien als ik het spray dat het weggaat. Dit is mijn Max & More spray. En nu? Oh, die ligt hier. Als je daar niet iets opruimt waar het vandaan komt. Zo. Ik moet zeggen, ik vind het een leuke update die ze deze keer hebben. Zitten natuurlijk altijd dingen bij die je niet geweldig vindt. Dat is natuurlijk logisch. Maar over het algemeen, ja, vind ik het een leuke update. Er zitten leuke dingen bij, absoluut. Met de Catrice All-in-One Brow Perfector ga ik heel even mijn wenkbrauwen snel doen. En ik heb ontdekt dat als ik dat met het poedertje doe. Dat het eigenlijk zo gebeurd is. Ja, nou heb ik wat inhammetjes aan de onderkant. Dus daar gebruik ik dan het potloodje voor. Dat ik dat even recht kan trekken. Dan zien ze er net even wat gestroomlijnder uit. En dat vind ik dan wat mooier. Zo. Klaar. Doe ik heel klein beetje poeder even erin. Om ze wat te zetten. Dat hoeft eigenlijk niet, want het was natuurlijk al poeder. Maar dan is het net even de ergste neppigheid eraf of zo. Ik weet het niet precies. Maar dat. Nee. Dat. Ik ga met de matte liquid lipsticks aan de gang. Nee, dat zijn geen lippen. Dat zijn oogkleuren. Ik doe het gewoon even helemaal. En dan even een beetje blenden. Dit is eigenlijk alleen maar een basisje voor een trucje wat ik opgepikt heb. Kijk. Ik had bij Vrouwtje gezien. Niet met je vingers doen. Maaike van Floating in Dream vond ze niet leuk, want die vindt het te oranje. Daar heb ik niet zoveel moeite mee. Maar Vrouwtje. Vrouwtje Does Make-up was ze vroeger. Vrouwtje Loves Make-up. Deed dit met haar vingers. En dan wordt het een beetje vlekkerig. Dan heb ik van Essence. Deze waren ook van Essence trouwens. En dit was de kleur Bare Bliss. Dan heb ik van Essence de Michael Precise. Oh, dat is een eyebrow pencil. Ja. Die gaan we natuurlijk niet meer gebruiken. Nou. Ik heb een kool van in Burgundy Babe van Catrice. Die is volgens mij, de kleur is nieuw. En wat hij dan deed, was alleen maar hier in je ooghoek. Zo'n streepje naar buiten. En dan moet je een. Zo'n afgezien kwastje hebben. En dan zo. Oeps.
En dan heb je een klein babywingetje. Volgens mij zag ik dit. Ja. Goh, wat grappig. En dan gewoon zo recht mogelijk. Ja. Oké. Dan doen we even een beetje aan de binnenkant. En dan komt de kleur een beetje terug. Dan lijkt het niet zo... Dat werkt. Als je dus in je ooghoek een klein streepje naar buiten zet. En dan trek je hem zo. Dan heb je een soort wing. Deze wil ik graag iets donkerder hebben. En dan alleen het puntje van zo'n stokje gebruiken. Van een kwast. Grappig. Ja, oké. Verder wilde ik met de ogen eigenlijk niks doen. Dus gaan we de wenkbrauwen doen. Nee, de wimpers. Even mijn ding opwarmen. En dan doe ik... Dan heb ik de nieuwe Catrice mascara nog steeds. Als je hem een beetje laat opdrogen, is het echt een hele fijne everyday mascara. En ik heb gemerkt dat met mijn wimpertjes, ik heb vrij rechte wimpers. Als ik hem krul en dan gelijk de mascara doe, blijft het het beste zitten. Dus ik verwarm hem, ik krul en dan doe ik gelijk de mascara. In ieder geval het eerste laagje, afhankelijk van... hoeveel mascara we die dag op willen. Klein beetje op de onderkant. Deze heeft ook een heel fijn klein stokje. Ik doe nog een laagje. Meestal doe ik er niet meer dan twee, maar ja... Als jij meer doet, leef je uit. Ja. Wat dat betreft is met make-up natuurlijk... je mag doen wat je zelf wil. Dan heb ik de Essence 8 Hour Matte Comfort Liner in de kleur 10 The Perfect Shade. Dat is een opdraaidingetje. En de, ik moet alles lezen, ik kan helemaal niks onthouden joh. De Catrice, hoe heet dit? Care in Colors Lip Balm in de kleur 060 Half Baked Cookies. Half Baked Cookies. En dit vind ik echt een heel fijn product. Klaar. Ik
heb de overgebleven producten die ik nog niet had, heb ik nu gebruikt. En eigenlijk vind ik alles wel grappig. Ik vind alles wel leuk. Wat ik tot nu toe gebruikt heb. Deze, ja, zijn ze een beetje oranje? Ja, ze zijn wel een beetje oranje hoor. Maar, mwah. Ik kan er wel mee leven. Ik vind het niet heel erg probleem. Als je een hele koele huid hebt, zou ik het niet doen. Want dan lijkt het echt... Ik moet hier een klein beetje bij, zie ik. Want het is niet helemaal gelijk. Ja, zo. Dan lijkt het net of je gewoon puur oranje op je gezicht hebt gesmeerd. Deze lipbalm blijft... ik zweet nu alweer. En ik zweet... Ik heb nooit een glimmend gezicht, want ik heb een droge huid. Ik weet niet wat er hier mis is gegaan, jongens. Er gaat iets mis met die poeder, die essence poeder. Deze. Ja, zo. Nou. Ik doe een klein beetje van de roze Catrice poeder op. Het zou ook de combinatie met die concealer kunnen zijn. Die brightener. En nu zit het gewoon weg tot aan hier. Wat is dit? Nou. Zien jullie dat ook? Zien jullie het gebeuren hier? Het is er nu tot hier helemaal af aan het gaan. Oké, ik kijk het even aan en anders haal ik het gewoon eraf. Ik ga toch nergens heen vandaag. Ja, die poeder en die in combinatie met die on-the-eye brightener, die concealer, dan moet ik even dus kijken wat daarmee misgaat. Maar, over het algemeen, ik ben heel blij dat ik een andere kleur foundation heb gekocht. De blushes waren nieuw natuurlijk. Ja, geweldig. Ik vind ze geweldig. De primer ook. Ik vind de concealer op zich ook wel fijn. Ik moet alleen even kijken wat er nu misgegaan. Ik vind de poeder van Essence, ja. Ik hou van dit soort poedertjes. Dat vind ik leuk. Ik ben sowieso een poedermens, omdat ik hou niet van dat plakkerige gevoel. Het voelt nu niet plakkerig. De lip liner is mooi. Ja, deze deze lipbalm is echt... Blijft verdacht lang kleur afgeven. Blijft verdacht lang zitten. Meen ik echt. De mascara. Ja, het is een everyday mascara. Maar ik vind hem toch wel fijn. De Glam & Doll mascara. De SPF primer ga ik het weekend proberen. Want dan gaan we naar een verjaardag. En dat zal in de tuin zijn. Want het wordt het weekend nog warm. De liquid eyeshadows had ik al gereviewd. Ja, jammer dat ik nu... ik dacht dat het een oogpotlood was, maar het is een eye pencil van Essence. Dus die ga ik in een andere film proberen. Film. Zal ik echt speelfilms maken, weet je wel. Maar dat was het dan. Had ik nu al het nieuwe gebruikt? Alles wat ik nieuw heb? De poeder. Het ging mij voornamelijk om de poeder en de blushes. De poeder van Essence wilde ik heel graag hebben. En de blushes van Catrice. En die heb ik nu allebei. En dan de concealers en de primer. Die heb ik nog nieuw erbij. En de rest was... alles is van de assortiments updates.
die een paar weken geleden uitkwamen. Nou, wil ik nu alleen maar zeggen, dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog, daar help je me mee. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Doei!